houden hier deze karakter als aandenken graag. Ja, dan moeten we hem gaan zoenen, zeker, hè? Nou, dat lijkt me wel. Ik denk dat het feit dat we vandaag dat uitzetten vieren, dat dat voor een deel komt omdat de mensen die erbij betrokken zijn geweest en betrokken blijven, begrip voor elkaar hebben. Ik wil ook de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland bedanken voor het ontwikkelen van dat toetsingskader. Want die heeft ons mogelijk gemaakt om hier het besluit te nemen door het waterschap om uit te zetten. Oké, Boudewaan, ja, we hebben hier een nieuwe richtlijn voor kapperuitzet toegepast. En de richtlijn heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de discussie tussen de waterkwaliteit aan de ene kant en de recreatie aan de andere kant grotendeels is opgelost. En wij hebben het laag aangehouden. Dat betekent 30 kilogram per hectare. En bij die hoeveelheid karpen, dan heeft het geen effect op het ecosysteem. Het mooie aan vandaag is dat we hebben laten zien dat de waterschappen, de Hengelsportfederatie en de KSN mooi samengewerkt heeft. Ik zie de sportvissers als de ogen en de oren van de waterkant. Ze zijn bij uitstek de mensen die iets kunnen zien als er iets niet in de haak is. Ze hebben met het hele monitorprogramma, de visstandsbeheer, ontmoeten we ze regelmatig als waterschap. Dan horen we ook wat er gaande is, horen hoe het met de visstand is, hoe het met de waterkwaliteit is. En ik denk dat met de sportvisserij en de sportvissers ook nog heel wat te bereiken kan. De uitzending zit erop. Het was een geslaagde middag. Er was erg veel jeugd was trok te zien aan de waterkant. Het is altijd mooi om dat te zien. Ze waren erg enthousiast. En ik hoop dat die jongens de vissen binnenkort kunnen vangen. Zodra het seizoen en het weer beter wordt.